laten zien. Tranen zie ik. Nou, hier hebben we de afgelopen periode hard aan gewerkt. Nou ja, hard, veel gedaan. Lampenpoetser. Dit is ook al heel mooi. Het staat ook vol in bloei. Purperen orchideeboom of orchideestruik, ik weet niet wat hoe dat precies heet. De pruimenboom die binnenkort losgaat en ons huisje, onze chat, tuingereedschap, ook nieuw gebouwd afgelopen voorjaar. Dit is mijn moestuin met kool, prei, broccoli, rucola, sla, courgette, bleekselderij. En daar de pimpernella begint ook goed te groeien. En nog eventjes genieten van het uitzicht hier. Van de kloof, Ribera Funda. En ik draai nu terug en loop naar de Annona, die we flink gesnoeid hebben dit jaar. De Nespera-boom met de Nespera. Heerlijk abrikoosachtig fruit. En hier onze barbecue hut. Ja, hij is op slot. Ik kan hem even niet openmaken. Hier heeft Jaap gisteren nog aan gewerkt. En daarboven ja, zijn we ook nu mee gestart om dat eens een beetje te krijgen. Ik zal er even naartoe lopen. Kun je meekijken. Hier nog even de kraamkamers met de rozen en zo. Dit is afgelopen 3 weken geleden gemaakt, zodat we geen wateroverlast meer hebben. En hier zijn we nu mee bezig. Alweer dit jaar de avocado in bloei, de mango in bloei. Nou, er hangen nog wat citroenen aan. Nou, de achterkant laat ik niet zien, want die moet nog. Nou, en hier lopen we weer terug naar boven. En de leeuw, die blijft eeuwig op de uitkijk staan.